Goedemiddag, daar ben ik weer. Zeldenplay 20, terug met een nieuwe aflevering van Let's Play Pikmin. Ik weet niet, ik vind het een beetje raar om dat zo te zeggen. Maar normaal gesproken zeg ik altijd heel veel centen. Super Mario. Maakt niet uit. In de vorige aflevering hebben we heel erg veel voor elkaar kunnen krijgen. Met de gele Pikmin hebben we meer gele Pikmin voor elkaar kunnen krijgen. Tot we er nou 47 hebben. We 80 rode Pikmin. En we kunnen naar een nieuw gebied. En we hebben een radar gevonden. Dus heel veel progress in dag 3. Heb je dag 3 nog niet gezien? Klik in de afspeellijst en je kunt zo naar dag 3 komen. Goed. In deze aflevering, dag 4, gaan we naar de Forest Nevel, een compleet nieuw gebied. Laten we maar naartoe gaan. Ik moet zeggen, dit is niet mijn favoriete gebied. Ik bedoel, van alle gebieden waar je naartoe kan gaan, is de Forest Nevel mijn minst favoriet gebied. En dat heeft een reden. Maar goed, er is hier iets wat heel belangrijk is, wat we kunnen vinden. Dus het eerste wat we doen is komen hier aan en het werkt net zoals bij alle andere gebieden. En als we dus gelijk op de kaart kijken, kunnen we dus gelijk zien waar alle parts zitten. Kunnen we dus een beetje zien hoe dat deze wereld eruit ziet. Gestreept landschap is water, dus daar moeten we ook rekening mee houden. En zoals we dus kunnen zien liggen hier ook behoorlijk veel parts. Maar er ligt hier ook nog een secret to everybody en ik weet niet of je dit op de kaart kan zien. Volgens mij niet. Tenminste, ik zie het niet, dus... Jawel, dat zien we wel. Dat stipje wat we daar zien... Zo, voice crack. Dat stipje wat we daar zien is heel erg belangrijk. En daar willen we zeker ons eigen vandaag naartoe werken. Nou hoop ik ook weer 2 parts voor vandaag te pakken te krijgen. Dus wat ik ga doen is, ik pak tech... Ik pak 80 rode Pikmin met me mee. Ik kan echt niet spreken vandaag. Ik neem 80 rode Pikmin met me mee. Wat zeker heel erg handig is om deze muur eerst eventjes naar beneden te halen. En ondertussen dat ik dat doe, loop ik hier heel eventjes omheen. Hè? Want er zit hier dus ook heel veel water. En zoals ik jullie dus al had verteld... wow, dat was een geyser. Wat ik jullie dus had verteld, er zit hier dus zeg maar een hele belangrijke iets wat we vandaag voor elkaar willen krijgen. En dan vraag ik mij af, volgens mij loop ik verkeerd. Want wat ik wil doen... is die stip die we op de kaart hebben gezien. Dat is hier. Zit nog een ui. Klinkt niet goed in het Nederlands. Een onion. Ik blijf ze gewoon onion noemen. Kom op. Een ui. Nee. Daar komt ook weer een Pikmin uit. Alleen deze is blauw. Dus dan wachten we heel eventjes. Oké. En die blauwe Pikmin... Hij heeft ook weer speciale gaven. It is a Pikmin of yet another color. Near this one cheeks is what appears to be a set of gills. That trait suggests that to me, that this blue type of Pikmin can enter the water without any trouble whatsoever. There's only one way to find out. I will use something to hold one and press B or something to swap it out and issue my commands. Nou, zoals je dus ziet, hij loopt hier gewoon over het water heen. Hè? En dat klopt dus wat er nou gezegd werd. De blauwe Pikmin, die kunnen dus door water lopen zonder enig probleem. Dus heb je puzzels die dus zeg maar opgelost moeten worden bij water? Of heb je dus zeg maar dat je door water heen moet om iets te halen? Geloof me, dan wil je de blauwe Pikmin zeker bij je hebben. Blauwe Pikmin die zorgen ervoor dat je dus zeg maar obstakels kan oplossen naar bij water in de buurt. En daarvoor konden we dus zeg maar bij de andere werelden nog het een en ander niet voor elkaar krijgen. Nou, ik heb er nou op dit moment 3. Ik zie daar nummertje 5. Dus dat geeft nog eens een keer 5 extra Pikmin. Dus 1, 2, 3, 4, 5. Kom op. En nou weet ik dat er hier nog een vijand zit. Een hele vervelende vijand. Dus dan hoop ik dat hij hier... Daar komt hij aanlopen. Dat is een Bradbug. En die vijand die we daar dus zien, die willen we zeker wakker schudden. Dus dan pakken we een pallet. En die pallet die gaat hij proberen te pakken. En wat ik daarmee wil doen is, ik wil dan die pallet meesleuren. En als je dat dus zeg maar doet met meer Pikmin dan 1, dan kun je die Bradbug dus zeg maar meesleuren naar het gebied zeg maar waar dat... Waar dat die dus op dat moment zit. En dat vindt hij niet leuk. Nee. Die Bradbug is heel belangrijk. Die Bradbug... Pak die Bradbug. Weet je wat? Doe het maar zo. Doe het maar zo. Dan hebben we ook eigenlijk wat we willen doen. Want die Bradbug, dat is niet zomaar gewoon een vijand. Het enige wat hij wil doen is zeg maar de pallet meesleuren naar, weet ik voor waar, zo ver mogelijk zeg maar van de Onion basis af. En op het moment dat je die verslaat... krijg je een shipart te zien. Nou, we zitten nou op dit moment op 14.
Thank goodness my space float. This float is an absolute necessity for any pilot who lacks skill at swimming in space. Volgens mij is dat niet echt een required. Even kijken hoor. Dat is nummertje 3. Dat is volgens mij geen required part, maar zeker een part die we wel mee willen nemen, omdat wij gaan voor 100%. Ja, we weten het. Ik wil de Pikmin. Ik wil die Pikmin plukken hier. Mag ik daar even alsjeblieft? Nou, hoeveel hebben we daarvoor nodig? Volgens mij... Ja! Ja! Schei er nou eens mee uit, man! Oké, nou, ik weet niet hoeveel Pikmin dat we daarvoor nodig hebben. Volgens mij 15? 25! Dang! Dat is een nadeel, want we hebben maar... op dit moment 19 blauwe. Ik vraag mij af waar die ene blauwe naartoe is. Oh, daar staat er nog één. Oh, die zit nog ondergrond zelfs. Dus wat ik dan moet doen is... Ik moet hier de blauwe heel eventjes stationary zetten. En dan moet ik dus meer blauwe Pikmin zien te sprout. Weet je wat, ik neem jullie gewoon mee. En dan gaan we gewoon kijken of ik iets voor jullie kan doen. Waardoor dat we meer Pikmin kunnen sprouten. Dus weet je wat, blijf maar hier gewoon stationary. Ik ga heel eventjes de rode Pikmin erbij pakken. Dit kan eigenlijk een beetje problematisch zijn. Dus dat wil ze zeggen, 25. Dan, ik had 80. Dan moet ik er nog 5 terugstoppen. Dus dan doen we er eventjes 5 terug. 5 terug. En dan wil ik dus zeg maar de Pikmin die we bij ons hebben, wil ik gebruiken om eventjes een paar obstakels omlaag te halen. Ja, ik weet het, daar kan ik erin zitten, maar daar gaan we nou onze tijd niet aan voldoen. Dankjewel. Wat ik wil doen is... Ja, we hebben daar een paar pallets, maar daar kunnen we nou op dit moment niks mee. Ik wil deze rode heel eventjes eerst hier aan laten werken. Want dan kunnen ze die part daarmee naartoe nemen. En dan staan die blauwe eigenlijk best wel in de way. Die gaan dan automatisch proberen mee te helpen, wat niet de bedoeling is. Dus die blauwe die blijven heel eventjes hier staan. Nemen jullie die part dan mee? Mooi. I have found the automatic gear. This thing cogs right along and, at its own pace. It makes piloting much easier, giving me the time to concentrate on the finest points of space travel. Nou, heel erg leuk dat je die gevonden hebt. We hebben er op dit moment heel erg weinig aan, wat best wel jammer is. En dat ding heeft maar 15 nodig, hè? Typisch. Oké, nou, ik neem jullie weer heel even mee. Blauw blijft daar. Mooi. 24. Het kan best zijn dat ik er eentje mis, maar daar hoeven we ons nou nog niet druk over te maken. Dat komt dadelijk pas, als de tijd bijna om is. Wat ik namelijk wil doen, is... Ik wil heel eventjes zorgen dat deze brug omlaag is. Oh, dat is trouwens ook weer een vijandje. Als je die zeg maar neerhaalt, dan krijg je dus zeg maar een druppel nectar. Wat weer handig is voor je Pikmin. Dus je kunt hem naar beneden halen, maar op dit moment wil ik me eigenlijk heel even focussen op deze brug. En die... Beesten die we dus zeg maar op de achtergrond zien, dat zijn Fiery Blowhogs. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. En die kunnen dus vuur schieten, dus daar wil je zeker voorzichtig mee zijn. Maar het mooie is, de rode Pikmin zijn ook nog eens een keer de sterkste Pikmin. Maar rode Pikmin zijn ook nog eens een keer immuun voor vuuraanvallen. Dus zoals dat je de blauwe Pikmin hebt die dus zeg maar immuun zijn voor water, heb je de rode Pikmin die zijn immuun voor vuur. Wat heel erg handig is. Nou, als deze brug klaar is, moet je wel even een waarschuwing heel eventjes erbij gooien. Mijn stem die verkraakt daar in één keer. Alle Pikmin onder zo'n brug. Het is een soort van glitch, denk ik. Maar als een brug klaar is en er zit een Pikmin onder, dan... Verstikken die Pikmin of zo. Je raakt die Pikmin in ieder geval kwijt. Maar goed, we hebben dus weer een part gevonden. De automatic gear. It has thin cracks running through it. I tried to fill them with dirt. I hope it will be alright. Nou, we hebben dus weer een part te pakken gekregen. En we hebben 6 meer parts nodig om weer naar een nieuwe wereld toe te gaan. Nou, daar gaan we ons op dit moment nog niet echt druk over maken. Want hallo, we hebben hier weer een hele wereld te exploren. We moeten nog het een en ander exploren bij The Forest of Hope. En bij de Impact Site moeten we ook nog eens een keer het een en ander gaan doen. Dus ik hoop ook weer in deze... Ik probeer gewoon als minimum... Ja, als minimum probeer ik het gewoon voor elkaar te krijgen om 2 parts per dag voor elkaar te krijgen. Dat is gewoon mijn standaard, dat ik echt 2 parts... Er is 1 dag dat het niet mogelijk is. Maar... mijn standards worden gewoon dus zeg maar echt 2 parts per dag. Dat zou helemaal geweldig zijn. En als we 3 parts voor elkaar zouden kunnen krijgen, is dat natuurlijk al helemaal geweldig. Nou, we hebben 94 Pikmin, dat klopt. Want ik heb 5 red Pikmin, die heb ik teruggebracht. Nou, als deze brug klaar is... Ik weet niet, hoeveel Pikmin heb ik hier eigenlijk bij ons? Nou ja, die zijn eigenlijk... Ja, ik weet niet wat ik moet doen!
Ja, we zitten op de helft van de dag. Oké, dat maakt niet zoveel uit. Oké, we hebben de 46, dat is genoeg. Wat ik wil doen is, ik wil deze Pikmin, die wil ik eventjes deze Fiery Blowhawks aan laten vallen. En je zult dus zien, hij schiet met vuur, maar vuur is niet effectief tegen deze Pikmin. En waar we dus zeker voor uit willen kijken, deze Fiery Blowhawks, die willen we laten liggen voor onze blauwe Pikmin. Wat ik zeker wil... Nee! Oh, nee! Dat daar is een... Wat was het? Wally Wolge... Een klotenkikkerbeest! Een klotenkikkerbeest, wat die doet is... Die komt uit het water en die probeert dus, zeg maar, je Pikmin... Die kan ontiegelijk veel Pikmin in één keer, zeg maar, molestreren. Die kan in één keer zoveel Pikmin pletten, daar word je gewoon niet vrolijk van. Zoals je ziet, we hadden 96 Pikmin bij ons en we zitten in één keer op 83. Ik haat die beesten. Dat zijn echt de ergste... vijanden, nou ja, bijna de ergste vijanden die je in dit spel kan vinden. Nou, wat je wilt doen bij die Fiery Blowhawks, je wilt zorgen dat ze niet naar het water toe staan. Want je ziet dus, ze launchen de Pikmin richting de kant waar dat ze naar aan het kijken zijn. En wat je dan wilt doen, is je wilt dus zeker ervoor zorgen dat de Pikmin, zeg maar, die kant op worden gelanceerd. Want ze kunnen niet geraakt worden door vuur, wat heel erg fijn is. 5, 7, ik neem er eentje even zo mee. Zodat we toch een paar red... Nee, jij neemt niks mee. Nee, jullie moeten wel die meenemen. Jullie nemen één van die mee, omdat we best wel veel rode kwijt zijn geraakt door die honk. Stinkbeest. En... Oh, Sheergrubs! Nee, of Flying Sheergrubs, nog erger. Kom op, als ze half dood zijn... Dan proberen ze dus, zeg maar, te vliegen. En dan proberen ze dus, zeg maar, zo je te ontsnappen. En dat willen we niet. Oké, nou, hebben we hier in ieder geval genoeg voer nou bij ons. Daar nog eentje erbij. En het voordeel is dat we nou genoeg voer bij ons hebben. Dan kunnen we deze Pikmin hier laten rusten. En dan kan ik deze Pikmin heel even meenemen. En die kan ik dan heel eventjes ervoor zorgen dat ze dat allemaal meenemen. Nou hoop ik dat ik die Fiery Blowhawk daar ook mee kan nemen zonder dat die Wallywalk gaat lopen klooien. Ik haat Wallywalks. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eentje daar. Eentje van hem. Eentje van hem. 1, 2, 3. Die hoeft er maar eentje. Nou, maakt niet uit. En dan moet ik eventjes snel zorgen tot ik... Nee! Waarom? Waarom proberen jullie te zwemmen? Waarom zijn jullie idioten? Kom hier. Kom hier. Automatische Pikmin die zijn zo vervelend. Letterlijk en figuurlijk. Oké, nou hoop ik dat... Ja, de meeste Pikmin daar, die worden nou daar geharvest. Dus dat komt alleen maar goed. Heb ik hier alleen maar blauwtjes? Ik heb hier alleen maar blauwtjes. Maar ja, we zijn er net weer een heleboel kwijtgeraakt. Door de stomme... AI gebeuren. Serieus. Maar daar moet je echt voor uitkijken in dit spel. Bij andere Pikmin spellen is dat soort van een beetje gefixt. Maar echt serieus hier... soms word je er zo moe van. Daar word je echt niet vrolijk van. Ik vind het echt jammer dat ze dat, dat zo... Je kunt ze dus zeg maar niet op het spoor leggen van waar je carry spoor, laat ik het zo zeggen. Want we willen ze automatisch mee gaan helpen. En ook al gaan ze door water, het is niet zo van... Oh, ik kan niet door water, dus ik ga dat maar niet automatisch doen. Nee, ze zijn zo dom. Ze proberen automatisch gewoon door water heen te lopen. Nou, wat ik nu van plan ben... Nee. Nee, hij gaat niet vastzitten. Kom op! Goed zo. Wat ik nu wil gaan doen is, ik wil nog een beetje aan de rode populatie werken. Want dan hebben we toch die tweede part, dan komen ze automatisch veilig daar te staan. Hoeveel zijn dat er? Eventjes in gedachten houden hoeveel dat er te zijn. Ik dacht 38. Ja, we hebben dus 38 blauwe Pikmin op dit moment daar bij ons. We gaan heel eventjes die stenen, want dan kan ik heel eventjes... Ja, jullie zijn al met die Fiery Blowhawk bezig. Die komt ook eindelijk aan. Ik wil zoveel mogelijk Fiery... Nou ja, eigenlijk maakt het heel weinig uit wat ik nou nog doe. Want ik ken daar wel die vijanden gaan verslaan en proberen meer Pikmin te krijgen. Maar ik zie aan de tijd dat we nog maar heel weinig tijd hebben. Dus jullie kunnen mee. En hebben jullie nou echt serieus helemaal dat ene nectar helemaal zelf opgezopen? Oké, nou we hebben 55 hier. Dan moet het nou op 62 zitten. Dan zit het safe.
En dan laat ik die 62. Die laat ik hier veilig zitten. Dan weet ik zeker dat we geen Pikmin achterlaten. En dan wil ik heel even kijken wat die anderen nou doen in die 38. Maar dat ze heel dat ding er naartoe aan het dragen zijn. Even kijken, waar zijn jullie? Waar zijn ze? Wie zegt dat hier? Waarom lopen jullie helemaal daar? Waar gaan jullie naartoe? Lopen jullie dan zo? Loopt deze richting ook naar de base? Oké, die loopt ook naar de base. Nou, kom op jongens, we hebben nog maar weinig tijd. En ik wil die part hierin hebben. Ik wil die part bij onze base hebben, dus kom op. Kom op jongens. Jullie kunnen het. Motivatie. Kom op. Kom op jongens. Kom op. Ik weet dat jullie het kunnen. Ik weet dat jullie het kunnen. We hebben zoveel moeite gedaan voor dat ding. We hebben zoveel moeite gedaan. Ik heb zelfs meer blauwe Pikmin gegeven. Kom op. We zijn er bijna. Jullie kunnen het. Ik geloof in jullie. Oh, kom op. Kom op, daar ga je niet menen. Daar is de cirkel. Kom op. Kom op. Nog niet af gaan tellen. Nog niet af gaan tellen. Jullie zijn geweldig. Kom op, jullie kunnen het. 10. Nee. Oh. Kom op. Kom op. Jullie zijn veilig in de basis. Jullie zijn veilig in de basis. Kom op. Jullie kunnen dit. Jullie kunnen dit. Jullie zijn master. Oké. Hun gaan jullie niet lastig vallen. Kom op, door 7 seconden. Kom op, daar is de cirkel. Jullie kunnen het. Kom op, doe het voor me. Oh. We hebben 2 parts gehaald. Het was nog niet eens een required part, maar echt serieus. Wat maakt mij het uit? Space Float. An excellent swimmer like me has no need for something like this. But my motto is always be prepared. Really, it's just for emergencies. Daarvoor geven ze al eigenlijk aan tot ze dus zeggen dat je niet alle parts nodig hebt. Dus, maar goed, we hebben dus 7 parts. We hebben weer een part voor elkaar gekregen. Laten we alle Pikmin hebben. We hebben 100. En we kunnen wel wachten tot het aftellen, maar daar hebben we geen zin in. Dus wat we doen is, als je op min drukt, dan krijg je Go to Sunset. En mocht je denken dat je te veel hebt gefaald, dan kun je hem zelfs nog een keer gewoon, zeg maar, de dag opnieuw starten. Waardoor dat je dus, zeg maar, mocht je te veel Pikmin zijn verloren of alles. Maar wij gaan gewoon naar Sunset toe. En nou weet ik tenminste zeker dat we geen Pikmin achterlaten. Oh, waar ben ik daar blij mee. Nou, we hebben dus alle 3 de Pikmin. Want je ziet dus, zeg maar, 3 rondjes. En we hebben nu dus alle Pikmin bij ons. We hebben rood, we hebben geel en we hebben blauw. Waar ik heel blij om ben. Het schip ziet er nog steeds niet uit. Maar we hebben ook pas 7 parts. Dus zoals jullie al zagen... 7... Oh, ik haat jou. Ik haat jou, stom kikkerbeest. Wallywalk, dat was volgens mij zijn naam. Maakt niet uit. 4 days since impact. Deep in the cave, I discovered in the forest. I encountered blue Pikmin. These blue fellows have something resembling gills on their cheeks. And they appear to be a mess of surviving both in water and our land. The wonders of nature never cease to stun me, even in this alien land. En op een of andere reden rijmt dat ook nog eens een keer. Dus op dit moment, we zijn 15 kwijtgeraakt door die stinkkikker. Die vervuilende vieze vinkenkikker. Oh, ik haat die beesten. Maar we hebben ondertussen ook weer 54 Pikmin erbij. Dus hebben we een totaal van 206 Pikmin. Zeg ik dat goed? Nee, we hebben er 166 omdat we er al 37 kwijt zijn geraakt. Ouch. Dat gaat eigenlijk best wel fel en snel in 4 dagen. Ik hoop dat we minder Pikmin kwijt zouden raken. Maar dat maakt niet uit. We hebben nog 26 dagen. We hebben nog 23 parts te doen. En we zijn de 0 hebben we erachter gelaten. Dus daar ben ik alleen maar blij mee. Dus in de volgende aflevering gaan we dus terug naar een van de werelden. Maar ik wil wat meer Pikmin hebben. En de beste plek waar dat je dat kan doen, is in de Impact Site. Nou, dat we alle Pikmin hebben. We hebben bom Pikmin, we kunnen Pikmin hoog gooien. We hebben Pikmin die door water kunnen. Is het dus zeker belangrijk om terug te gaan naar de Impact Site. En daar kunnen we nog maar 1 part vinden. Dus wil je meer Pikmin hebben, is de Impact Site een hele goede plek. Maar dat laat ik jullie allemaal morgen zien. En ja, ik weet het. Morgen, dan is het een hele bekende dag voor mij, joepie. Weet ik het allemaal nog meer. Er komt gewoon een upload. Ik wil gewoon, ondanks dat ik dit weekend geen uploads heb, ik wil vanmorgen gewoon een upload. Dus ik hoop jullie morgen allemaal te zien. Dus morgen zie je het als een soort van speciale aflevering. Ik weet niet, het is gewoon dag 5 van Pikmin. Ik zie jullie morgen. Bedankt voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties. En laat een like achter als je daar tijd voor hebt. Dit was Zelda Player 20. En ik dank jullie voor het kijken. Tot dan. Doei!